Nou, we hebben in ieder geval dus op alle vlakken zijn we gedesoriënteerd. Als individu, experts, wetenschap, ja. Maar ook als democratie. Wat zou een stap kunnen zijn naar een nieuwe heroriëntering? Om duiding te kunnen geven aan die antropocene. Nou ja, ik verwacht wel wat van die maximalisering van gedachten. Ik verwacht wel wat van het steeds meer integreren en synthetiseren van verschillende soorten wetenschappen. Ik verwacht ook wel wat van een wetenschap die niet meer alleen maar in de campus plaatsvindt, maar die weer naar de mensen teruggebracht wordt. Dat is ook een lange geschiedenis. Maar je moet proberen die wetenschap beter te laten communiceren met andere krachten, andere denkmanieren. Maar ook dat er van die andere kant ook wat meer doordringt in die wetenschap. Nou ja, goddank zie ik allerlei initiatieven daartoe. Maar je moet vooral opgeven dat je één snelle rechte methode hebt die ervoor zorgt dat we even alles gaan oplossen. Dat heb ik wel eens ingenieursdenken genoemd. Dat heeft mij dan weer komen te staan op een uitnodiging van het Nederlands Vakblad voor Ingenieurs om mijn stuk over, om maar eens een artikel te gaan schrijven over hoe ik kijk als filosoof naar ingenieurs. Wat ik natuurlijk wel weer heel leuk vind van die mensen. Daar moet ik straks mee bezig. Maar goed, ja. Dus iedereen die een beetje zich verdiept, weet dat er eenvoudige oplossingen, die zijn er niet. Quick fixes zijn er niet. En dat is iets wat, dat is misschien voor sommige mensen niet zo troostrijk. Ja. Maar ik vind over het algemeen mensen die quick fixes beloven, die beschouw ik echt als de cynici. Die doen dat altijd onvermijdelijk tegen beter weten in. Dus de quick fixes, daar hoeven we ons niet, op te richten. Nou, als er een quick fix is, dan zou ik dat heel leuk vinden. Er wordt natuurlijk in de wetenschap heel veel vooruitgang geboekt. Denk aan de medische wetenschap. Wij weten dingen nu die we vroeger niet weten. En daardoor kunnen we, of wisten, en daardoor kunnen wij ziektes genezen die we nu niet, of die we vroeger niet konden genezen. En dat is vooruitgang. Nou, wij weten ook steeds meer van klimaat. We weten steeds meer van ecologie. En ga zo maar door. Maar we hebben, en dat is het merkwaardige van dit soort kennis die zich dan opdoet. Hoe meer kennis we hebben, hoe meer we ook erachter komen dat de zaken heel gecompliceerd zijn. En dat eenvoudige oplossingen niet voor de hand liggen. Dat heb je trouwens in de medische wetenschappen ook hoor. Ik bedoel, hoe meer we ons verdiepen in aandoeningen als ADHD of obesitas, waar iedereen het over heeft, hoe meer we ook weten hoe moeilijk het is om hier rechtlijnige oplossingen voor te verzinnen. Dat gaat echt niet zomaar met een pilletje. Dus ja, maagverkleining misschien. Maar dat heeft weer nadelen.